Als één of meer kinderen een ander kind met opzet pijn doen, uitlachen of uitsluiten, noemen we dat pesten. Pestkoppen schelden of lachen je uit. Soms maken ze zelfs je spullen kapot. Ook als je niet bij hen bent, kunnen ze je pesten via je gsm of computer. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen is bedoeld als een grapje waar je zelf ook mee kan lachen. Je krijgt er geen vervelend of verdrietig gevoel van. Bij plagen is niemand de baas. Het gebeurt tussen vriendjes. Maar als het plagen bij jou pijn doet of het voelt als pesten, dan is het niet meer grappig en moet het stoppen. Wat kan ik doen als ik zie dat er iemand gepest wordt? Zeg tegen de pesters dat je het niet fijn vindt wat ze doen of probeer andere kinderen te overtuigen om niet mee te pesten. Praat over het pesten met een volwassene. Wat kan ik doen als ik gepest word? Zeg tegen de pester wat je niet leuk vindt. Probeer dat te doen zonder verdrietig of boos te worden. Ga naar kinderen waar je graag mee speelt. Vertellen dat je gepest wordt is niet hetzelfde als klikken. Erover praten is belangrijk om het pesten te doen stoppen.